welkom Robert Koevoets en Martin Bos. We zitten in de oude bibliotheek. Doe eens een korte introductie van jezelf, Robert Koevoets. Meneer Bosselaar, mag ik beginnen met u een compliment te maken? Ja, dat mag altijd. Het geweldige initiatief wat u hier op privé, eigenlijk met privémiddelen, is al, geloof ik, al meer dan 12 jaar in stand houdt. RTV Vlissingen. Objectief en betrokken. Oh, nou, dankjewel. En dat is wat je niet echt kan zeggen van de andere media die we hebben. Ja, daar is het vaak erg gekleurd en komen wij er vaak niet zo goed aan te pas. Ik geef een voorbeeld, als ik zo vrij mag zijn, over onze partij. Als er gedonder is, dan halen we hun nieuwsrubrieken wel. En als we een heugelijk feit te melden hebben, bijvoorbeeld dat de fractie weer herenigd is, dan wordt er in alle toonaarden gezwegen. Dus nogmaals mijn dank dat we hier wel wij proberen het zo neutraal mogelijk te doen. Dus. En ons woord mogen doen. Oké. Okay. En Martin Bos, een introductie genoeg. Ja, ik ben Martin Bos uit Middelburg. En ik weet dat jullie hier in Vlissingen een beetje neerkijken op Middelburg of soms opkijken. En wij zeggen in Middelburg wel eens, er zijn twee mooie dingen naar Vlissingen. Dat is de boulevard en de bus terug of de tram terug naar Middelburg. Maar dat is niet waar. Ik hou van Vlissingen. Ja, maar dat klopt, dat hoor je hier ook wel eens. En mijn banden gaan lang terug. Familie Mangen, bergingsbedrijf van de Akker. Meneer Mangen, de directeur daar, was mijn oom. Dat is een mooi bedrijf. Dat is een mooi bedrijf. Helaas bestaat het niet meer. Nee. Dus de banden met Vlissingen zijn warm. Ik ben statenlid voor Forum voor Democratie en lijsttrekker bij de komende statenverkiezingen. En fijn dat we hier mogen zijn. Ja, alsjeblieft. We hadden ook een artikel geplaatst via RTV Vlissingen. Het ging over dat Robert Koevoets weer lid is van het Forum voor Democratie voor de Provinciale Staten. Hè? Dat klopt. Zeg daar eens, vertel daar eens wat over. Ja, dat klopt. In 2019 werd ik verkozen voor Forum voor Democratie. FVD was een jonge partij met heel veel onervaren mensen. En dat heeft toch wel tot wat strubbeling geleid, ook tot afsplitsingen geleid. Helaas hebben wij de club ook niet helemaal bij elkaar kunnen houden. Ik ben een tijd zelfstandig geweest in de Staten van Zeeland. Waarbij ik wel opmerk dat ik in mijn hart toch altijd wel FVD'er ben gebleven. En dat mensen die de Zeeuwse politiek hebben gevolgd, die hebben ook kunnen zien dat ik altijd in dezelfde lijn ben blijven stemmen en moties ben blijven indienen. Dus in die zin heb ik nooit zo ver van de fractie afgestaan. We hebben natuurlijk een redelijk heftige tijd achter de rug. Niet alleen qua Forum voor de Democratie, maar de afgelopen 2 jaar bedoel je. Ook wat er gebeurd is. Ja. Het hele coronaregime van Rutte en consorten. Ja, dat heeft ons natuurlijk niet in de koude kleren laten zitten. Ik kan me herinneren de vorige keren dat ik hier bij jou zat, meneer Bosselaar. Dat het ging over mijn motie terug naar normaal. Ik was toen nog de enige politicus die dat aan de orde stelde in de Staten. Waar overigens ook de Omroep Zeeland en PZC weer weigerden om daar enig bericht aan te wijden. Ook toen konden we bij u terecht bij RTV Vlissingen. Dat heeft zich verder ontwikkeld. Forum voor Democratie en mijn persoon hebben elkaar ook in die strijd weer gevonden en zijn daar samen in opgetrokken. En ja, zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. Ja, ideologisch was er ook geen verschil. We op de belangrijkste dossiers stemden gewoon hetzelfde. Precies wat je zei, zeiden we hetzelfde. Wij hebben ons over de schaduw heen gezet, zoals ze dat zo chic noemen in het provinciehuis. We hebben gewoon gezegd, ja, we zijn het met elkaar eens. Dan kunnen we wel met twee verschillende partijen mee gaan doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, maar kunnen ook, we niet gewoon een glas bier drinken met elkaar en kijken of we weer samen verder kunnen. En dat doen we nu. Mooi. Niet alleen in ledental, maar ook in zetels blijft de Forum voor de Democratie maar groeien. Wat is de oorzaak van deze groei? Ja, ik denk toch met name het onderscheidend vermogen van de partij. Als je nou eens kijkt, als je eens een dag mee zou draaien in de Provinciale Staten,
dan zie je toch dat het eigenlijk één pot nat is. Dat ze toch allemaal wel een beetje dezelfde kant op gaan. En FVD is wel de vreemde eend in de bijt. En wat mij betreft in een positieve zin. Ja. Ik zal eens een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, ze vinden daar allemaal dat er een stikstofprobleem is wat opgelost moet worden. Waarbij de boeren dan in meerdere of mindere mate worden gespaard. Ja. FVD heeft daar een heel eigen koers in. FVD zegt er iets over. Het is geen stikstofprobleem. Het is een gecreëerd probleem wat de politiek creëert. En dat vallen wij aan. En dan weer met een oplossing komt. Nee, we moeten niet met een oplossing komen, want er is geen stikstofprobleem. Ja, maar dat zie je vaak. Er wordt een probleem wordt er gecreëerd en vervolgens hebben ze dan weer de oplossing. En dat is wat meneer Koevoets ook zei. Dus nogmaals, ik ben hier voor het eerste gast. Nogmaals, dank. Maar ik moet het echt benadrukken. Er is geen stikstofprobleem. Want u zegt het ook. Er is een gecreëerd probleem. We maken een probleem om een bepaalde agenda door te drammen. Nou, dan zeggen ze misschien, en meneer Koevoets kan dat nog veel beter dan ik, jullie zitten in de complotten. Nou, sorry, het is een complot, het is een samenspanning, het is om ons tegen te werken. Maar ja, meer dan 75% weet dat helemaal niet. Nou, maar daarom ben ik zo blij, niet om te slijmen, maar daarom ben ik zo blij dat wij ons verhaal mogen doen. Want Omroep Zeeland zegt, achter de schermen, ik noem geen namen, natuurlijk niet. Maar achter de schermen zeggen ze van, je hebt gelijk, of best een interessant verhaal, maar ik moet mijn hoofdredacteur meekrijgen. Ja. Maar aan de andere kant zeker, het is er altijd goed als er ook een ander verhaal is. Ja, maar wij sluiten niemand uit. Wij zijn voor het open debat. Alleen wij worden uitgesloten. Ja. Meer zeg ik er niet over. En het mooie van de afgelopen tijd is, met name wat er gebeurd is eigenlijk in de Tweede Kamer. En dan wijs ik op bijvoorbeeld Pepijn van Houwelingen. Die toch wel heel goed het kwaad heeft ontmaskerd. Wat achter al die ellendige zaken zijn waar we tegenwoordig mee te kampen hebben. En ik bedoel dan in het bijzonder op het WEF, het World Economic Forum, de infiltratie, want zo noemen ze dat zelf ook, de infiltratie van regeringen wereldwijd. En dat heeft Van Houwelingen natuurlijk blootgelegd. Dat ook in Nederland aan de orde is. Hè, de bewindspersonen. Koningshuis. Ja, de bewindspersonen van het Rutte-regime. Die hebben zich gecommitteerd aan de doelen van het WEF. En noemt het zelf een praatclubje. Ja, een praatclubje. Maar waarom komt het dan zowel in? Maar wel met heel erg veel invloed. Ik zeg wel eens, ja, wat is nou het praatclubje? Is de Tweede Kamer een praatclubje geworden? Wat helemaal niks meer uitricht? Of is dat het WEF? Ik denk dat de Tweede Kamer eigenlijk tandeloos staat ten aanzien van de lijnen die worden uitgezet. Kennelijk door een globalistische elite die onder andere in Davos samenkomt. En dat maar, is een van de. Er komt wel steeds meer ook in het nieuws over dat clubje. Ja, maar wel dankzij FVD. Vroeger zag je dat sowieso helemaal nooit. Nee, heel langzaam moeten ze dingen gaan toegeven. Ze kunnen natuurlijk ook niet anders. Die WEF-pepers die spreken voor zich. Als argeloze burger heb je toch gewoon recht op informatie? Waarom zou ik dat niet mogen weten wat er gebeurt? En daarom moet je het uitleggen. Want ik snap best dat mensen denken, dat heeft meneer Koevoets, dat heb ik, de mensen op straat weten het nog niet. Ik hoorde net, ik stapte hier binnen en ik pakte de lift vanuit de parkeergarage. En een mevrouw zei, dus we hebben ook oog voor de lokale punten. Oh, die lift, zelf hier binnen is het vies. Ze zei, dat doet Vlissingen geen goed. Dus de entree van Vlissingen is al slecht. Dat is geen samenswering, dat is gewoon wanbeleid. Ja, wanbeleid. Dat is gewoon wanbeleid van het huidige Vlissingse stadsbestuur. Dus niet overal zit een groter verhaal achter. Nee, maar er zitten wel grote verhalen achter. En dat is het belangrijke verhaal van meneer Koevoets over het World Economic Forum. Hij zat er al eerder in dat dossier, dan dat wij dat zaten als FVD-fractie openbaar in ieder geval. Want we moesten natuurlijk ook de ja 21ers binnen woord houden. Ja. Dus die eer komt hem na. Maar wij zijn er ook diep in gedoken nu als FVD Zeeland. En ze zitten overal in. Met Ik zit even mij in te lezen, maar ik heb ook eens wat informatie via de website van het WF zitten kijken. En er staat gewoon van A tot Z wie er allemaal bij horen. Ja, maar alle bedrijven binnen toch wel verleden jaar, een hele lijstje. Verleden maand was het een complottheorie. Namelijk dat alle bedragen vanaf bijvoorbeeld een bepaald bedrag, ik meen 100 euro, zouden gemonitord worden. Nu is het een complotfeit.
Er is gewoon door de NOS, het staatsjournaal, is naar buiten gebracht. Alle betalingen digitaal vanaf 100 euro worden gemonitord. Ja, en wat is dan de dingen ervan, de input? Nou, ik zou zeggen, meneer Koevoets, controle. Hoe kan je toch gewoon de criminelen niet van tussen vandaan plukken? Alles is terug te leiden naar de wens van controle. Hè? De controle van de bevolking. Dus als ik 3 keer per week om 100 euro ga, dan... Kijk, dan ben ik verdacht. Als het digitaal gaat, dan weet ze exact waar je geld hebt uitgegeven, hoe laat, aan wat. Of 3 keer 100 euro in de supermarkt. Is dat ook verdacht? Ja, ik noem maar wat. Het gaat erom dat de privacy steeds meer onder druk staat. Ja, dat zal bij de kijken. Ik zal een punt noemen wat ik ook in de Staten aan de orde heb gesteld. Dat zijn de zogenaamde smart cities. Wat is een smart city? Alles is smart tegenwoordig natuurlijk. Slim, klinkt allemaal leuk. Maar dat betekent dat er ontzettend veel masten worden geplaatst met 5G-verbindingen. Die, terwijl mensen daar met hun smartphone lopen, de data daar uittrekken. Ik meen dat het in Apeldoorn al is ingevoerd zonder dat de bevolking daar invloed op heeft kunnen hebben. Ja, daarna was het te laat. Maar goed, dit kan Vlissingen ook overkomen. Sterker nog, dat als we niet opletten, dan gebeurt dat gewoon. Dan is Vlissingen een smart city. En dan worden alle data van de willekeurige burgers geoogst middels die verbindingen. Hier is dan, geld, dat wil ik echt even benadrukken, meneer Bosselaar. Want ik betaalde altijd al contant. Dat heeft met mijn achtergrond te maken. Nu krijg ik gelukkig meer medestanders. Want privacy, wat meneer Koevoet zegt, is één. Die ben je helemaal kwijt, maar het gaat verder. Ik verwijs mensen, want ze hoeven mij niet te geloven. Ik heb liever dat ze controleren wat ik zeg. Ik verwijs ze naar de Europese Centrale Bank, het jaarverslag. Ik verwijs ze naar de Europese Commissie, naar verslagen, officiële rapporten. Ik heb er ook over getwitterd. En dan kunt u gewoon de linkjes aanklikken en de officiële papieren lezen. En dan ziet u, onze bedoeling is om ook het geld aan een periode te binden. Dat je je geld binnen 3 weken uitgeeft aan dit of dit doel. Ook om op die manier bijvoorbeeld CO2-uitstoot te verminderen. Maar ook dat het geld binnen een bepaalde tijd wordt uitgegeven. En dat betekent dat het contante geld, zegt de Europese Centrale Bank, moet worden uitgefaseerd. Dat gaat niet overal tegelijk gebeuren, maar Nederland is een piloot, een pilotproject, een proeftuin. En gelukkig staat daar ook ergens dat het contante geld gewoon een volledig betaalmiddel is. Ja, nee. Dat wordt ook gesteld. Dat wordt gesteld, maar als u de officiële rapporten leest, dus niet het forumverhaal. Dus als je naar een winkel gaat, dus je wordt geweigerd. Dat mag. Mag dat? Dat mag zeer zeker. Oké. Ja. Ja, want een wettig betaalmiddel... Maar het is gewoon een wettig betaalmiddel. Een wettig betaalmiddel in Nederland betekent niet meer dan dat je ermee mag betalen. Niet dat ze het hoeven te maar aan de andere kant is, als je Albert Heijn binnenloopt en de pin doet, wordt er wel verondersteld dat je geld in je zakken. Zo is het. Oh? We kunnen er uren over praten. Het belangrijkste boodschap is, contante geld gaat eruit. Maar dat is wel mooi, want... En als je dat niet wil, stem FVD. Ik had nog een vraag willen stellen. Ja, sorry. Ik ben tot het inzicht gekomen dat enkel FVD onder leiding van Baudet in staat is een ware oppositie te vormen tegen de globalistische krachten die leiden tot het desastreuze beleid in ons land. Ja, het FVD is... Dat is een stukje uit het artikel van RTV Vlissingen. Het enige alternatief. Ja, en dat wou ik vragen, maar je hebt dat inmiddels beantwoord. Wat ik nog benadruk is dat FVD die voert een systeemoppositie en niet een beleidsoppositie, zoals het zeggen. Ja, wat is beleidsoppositie? Van ja, we gaan overal in mee, CO2 moet teruggebracht worden, we moeten minder vlees eten, de gender flauwekul. Daar gaan we allemaal wel in mee, maar we sturen dat bij. Dat is kort gezegd een beleidsoppositie. Systeemoppositie is dat we de fundamenten van wat er niet goed gaat aanvallen. We hadden het ook nog even over FVD, provincies en staten. Het is altijd goed dat er nieuwe partijen zijn. Ik bedoel, de huidige vestige partijen, CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, die staan er allesbehalve goed voor. Hoe komt dat? Het zou me verbazen als ze er goed voor zouden staan. Als je kijkt wat voor ravages ze natuurlijk hebben achtergelaten de afgelopen jaren. Het geloof in de politiek is ook inmiddels gedaald tot het nulpunt. Kijk hoe het ervoor staat met de boeren. Kijk hoe het ervoor staat met de vissers. Hè? Belangrijk in onze provincie vissers. Kijk naar de inflatie waar we allemaal last van hebben. Kijk naar de Groningers. Ja, maar dan wil ik schadevoering. Ik wil toch even over die boeren even iets zeggen. Wij zijn een partij voor iedereen. Dus voor de boeren, voor de burgers, voor de buitenlui zou ik bijna zeggen. Nee, gewoon voor iedereen. Maar
Daar doet natuurlijk ook een partij mee. En ik verwacht dat de BBB het heel goed gaat doen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Gun ze dat van harte. Alleen het probleem is, BBB zegt van, er is wel een stikstofprobleem. Er is wel een CO2-probleem. Ja, we moeten het ietsje anders aanvliegen. Dat betekent, als jij zegt, er is een probleem, dan moet je ook met een oplossing komen. Bijvoorbeeld 80 gaan rijden op de autosnelweg, ik noem maar iets. En de BBB, ik zeg niet dat ze zijn opgericht door de overheid. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg, wat ik wel zeg, is dat ze onderdeel zijn van die nep-oppositie. Dus leuk dat ze meedoen. Ik wens ze alle succes. Ja, ik hoop dat wij ook mee dus werkelijk gaan doen. Dat is het. Het komt om hoe ze stemmen en niet wat ze zeggen. Daar heb je gelijk. Ja. De slagkracht van Forum voor Democratie zal worden uitgebreid. We gaan samen de strijd aan tegen het kartel en gaan bouwen verder naar groene, mooie, betaalbare, rijke, veilige en vrije Zeeland. Leg eens uit hoe je dat gaf eens even verwezenlijken. Ja, dat wil ik heel graag, meneer Bosselaar. Want Forum voor Democratie heeft zich net uitgebreid in op Zeeuws niveau met het statenlid Robert Koevoets. Die is bij ons aangesloten. We zijn gefuseerd. We zijn weer één FVD-fractie. En want wij willen de boel bij elkaar houden. Forum voor Democratie Zeeland is een partij die zegt van, je moet het samen doen. Je moet mensen bijeenbrengen. Je moet mensen leren kennen. Nou, we hebben elkaar leren kennen. We waarderen elkaar als collega's. We respecteren elkaar als mens. Dus we hebben gezegd, laten we gewoon niet de boel verzieken met allerlei andere partijtjes. Nou, hetzelfde geldt bij de waterschapsverkiezingen. Bij de waterschapsverkiezingen hebben wij als FVD gezegd, we doen niet mee. De versplintering van het politieke landschap is compleet. Wij steunen een lokale lijst, lijst 12 voor het waterschap, waar ook de mensen in Vlissingen voor mogen stemmen als ze willen, in alle vrijheid. En die lijst is ingediend door de Partij van het Gezond Verstand, niet door Forum voor Democratie. Dus ik maak gewoon reclame voor de Partij van het Gezond Verstand. Die partij, beste mensen, als u wil, als u GroenLinks wil stemmen, ik zou het niet doen, of D66 moet u dat lekker doen, maar de Partij van het Gezond Verstand heeft een blanco lijst ingediend met een lijsttrekker die niet lid is van Forum, namelijk de onafhankelijk wetenschapsjournalist Theo Richel. U kent hem misschien nog van Vroege Vogels. Dat was die presentator in de periode 1980-84 uit mijn hoofd. Ja, ja. Nou, een hele goede vent. Nou, of die lid is van Forum, ik zei nee, maar ik weet het niet. Ik heb zijn lidmaatschapskaart niet gevraagd. Dan staan er nog andere mensen op de lijst. En Robert, Fred Walravens en ik, wij steunen de lijst van onderop. Maar het is geen Forumlijst. Forum doet niet mee aan de verkiezingen. We hebben gezegd, we versterken een lokale, regionale partij. Dus zo versterken we de slagkracht. Ja, niet waar, Robert? Het is zeker. Hoewel het natuurlijk niet zo is dat we vanuit regionale politiek de hele wereld kunnen veranderen. Dat is natuurlijk een illusie, dat weten we allemaal. Ja. Maar ons geluid moet natuurlijk wel gehoord worden. En we zijn meer dan alleen een politieke partij die vertegenwoordigd is in een provinciale staten. We zijn ook een brede vereniging in Zeeland, waarbij we regelmatig lezingen organiseren, borrels organiseren, mensen hun verhaal in alle vrijheid kwijt kunnen op onze bijeenkomsten. En dat zie je ook enorm groeien. Hè. Dat zijn niet alleen FVD'ers die daar komen, het zijn ook mensen met meer een SP-achtergrond, noem maar op, allemaal mensen die die het zat zijn hoe het nu geregeld is in Nederland en de kant die het nu opgaat. Hè. Want heel veel mensen zien dat wel. En in die zin bouwen we aan eigenlijk een bredere beweging dan enkel de volksvertegenwoordiging in bijvoorbeeld de Staten. Ik kan het niet beter zeggen, want daarom was ik net aan het kijken. We hadden het over het parlement en die poppenkast daar. Dat is het ook, hè? Parlen. Praten op zijn Frans. Het is gewoon een praathuis. En ze leveren geen inhoud, ze willen nergens kennis van nemen. Meestal zijn het ook, sorry dat ik het zeg, ik ben wat minder van de complotten. Dat zeggen, ik weet ze zijn er, maar het zit niet in me om overal iets achter te zoeken. Maar inmiddels weet ik dat er bijna overal wat achter zit. Dat heeft meneer Koevoets mij geleerd, dat heeft Robert mij geleerd. En dan sta je verbaasd. Je valt van de ene verbazing in het andere. Maar heel vaak is het ook incompetentie. De Lange Jan, de grote kerktoren in Middelburg, van het provinciehuis zou ik maar zeggen. Daar staan de vier klokken die erop zitten, allemaal anders. Ze zijn dus niet getikt, ze zijn helemaal de tik kwijt. Het is gewoon incompetentie. Domme mensen. Nou, wij hebben gelukkig heel veel slimme mensen op onze lijst. Dus ja, ik zeg gewoon, wij zijn beter dan die andere partijen. Maar gelukkig zijn het vrije verkiezingen toch. Dus mogen mensen ook op andere partijen stemmen. Maar wij zijn niet bang. Dus wij brengen gewoon mensen die niet bij onze partij betrokken zijn. Meneer Karel van Wolferen. Misschien kennen sommige mensen in Vlissingen wel. Hij is de oprichter van Gezond Verstand.
die halen we naar Zeeland toe. We halen meneer Paul Cliteur, een emeritus, een gepensioneerd hoogleraar, halen we hier naartoe. We gaan praten over het slavernijverleden. We zeggen niet het is goed of fout. Nee, we organiseren een debat erover, een symposium. Dus ik zou zeggen, kijk welke partij oprecht is. En op die manier willen wij de slagkracht verbeteren. Door niet alleen praatjes te doen, maar praatjes vullen geen gaatjes, maar te leveren. En te laten zien, dit kunnen we en hier staan we voor. Daar heb ik helemaal weinig meer naartoe te voegen eigenlijk. Nou, ik zou nog één ding willen toevoegen als het mag. Dat mag. Dat mag, fijn. Zeker. Onze campagne, ik ben geschiedenisleraar, wel niet in actieve dienst, maar je blijft altijd leraar. En ik zou de kijkers, en ik heb toestemming gevraagd, dit willen laten zien. En ik hoop dat het goed in beeld is. En daar staat op, ik laat het ook wel even rondgaan. Ik zal er straks een screenshot van maken. Maar misschien laat je het even rondgaan, dan kunnen we er allemaal naar kijken. Daar staat de vlag in noodkleuren. Want Nederland is in nood. Blauw, wit, rood. En daar zien we in het midden zien we daar het Forum logo. En op dat Forum logo, daar zien we een tuinkabouter. Een gartenzwerg op zijn Duits. En ik heb deze campagne bij ons genoemd voor Provinciale Staten voor Zeeland. Operation Gartenzwerg. Operatie Tuinkabouter. En waarom? Omdat van de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar je kan er wel van leren. Ze noemen ons fascisten. Nou, je mag me weten, dat doet me pijn. Dat doet me diep pijn. En ik ga niet zeggen waarom. Ik ga ook niet zeggen, we zijn geen fascisten. Dat is onzin. Maar mensen zeggen dat wel van ons, dat we dat zijn. Dat doet me pijn. Nou, waarom staat hier een tuinkabouter op? Het moet me echt van het hart. Weet je wie er een hekel had aan tuinkabouters? Wie ze zelf verboden hebben? Geen idee. De nazi's. Want ze voldeden niet aan hun mensbeeld. Okay. Tuinkabouters. Ze werden verboden. Je mocht ze niet meer zichtbaar in de tuin hebben. Weet je wie ook een hekel had aan de tuinkabouters? De communisten. In de DDR mochten in het begin alleen maar tuinkabouters worden geproduceerd voor de divisiemarkt. Ik ken overigens mensen die hebben kabouters ook gezien. Dat kan. Die zien ze geregeld lopen in het bos hier in Vlissingen. Ik ben er nog ik niet mee. Ik moet dat serieus nemen, want dat werd serieus tegen mij verteld. Ja, ik geloof het. Ik weet dat die mensen dat hebben gezien. Ik heb ze nog niet gezien. Ja. Ik zal er snel gaan kijken. Maar mijn beeld is alleen maar, meneer Bosselaar. Ja, ja, ja. Wij vechten tegen het communisme. Ja. Wij vechten tegen het nationaal socialisme, het nazisme. En wij vechten tegen alle totalitaire regimes die ons willen overheersen. Wij zijn voor de vrijheid, wij zijn voor de liefde en wij zijn voor de vrede. Dat is het. Dus als nazi's en communisten een hekel hebben aan tuinkabouters, is het voor mij duidelijk. Dan is tuinkabouter voortaan ons symbool. Dank u wel. Helder uitleg. Meneer Koevoets, heeft u nog iets wat u te melden hebt? Ik denk dat alles wel eens een beetje gezegd is, meneer Borselaar. Ja? Hartelijk dank voor de graag gedaan. Hier in Vlissingen. Ja. En succes met de Provinciale Staten. Dank u. Dank u.